Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Met uh, wat sluierwolken over Nederland, maar verder is het uh, helder. Met zonneschijn dus volop. De meeste zon vandaag in het westen en noorden van het land. In het binnenland aan het eind van de ochtend misschien een stapelwolk. En vanmiddag komen er iets meer stapelwolken voor. En dan loopt de temperatuur nog verder op. Van dik 20 graden aan het eind van de ochtend, 25 zelfs plus. Want daar uh, waren de boven de 30 graden in het binnenland in de middag. Maxima van 33 graden zijn in Limburg haalbaar. De wind blijft zwak tot matig en waait hoofdzakelijk vanuit zee. Dat betekent dat op de stranden een fractie minder heet is. Maar vanavond blijft het ook gewoon lang warm en lang helder. Met zonneschijn tot die ondergaat. Morgen is ook een zonovergrote dag met 25 tot 29 graden vlak aan zee. Even achter de eerste duinen 30 tot plaatselijk 34 graden aan toe. Heel heet dus met een volgende tropendag in ons land. Zaterdag tempert de temperaturen fractie, dan is het 26 tot 32 graden met iets meer bewolking. Zondag ook nog weer wat lagere temperaturen, maar het blijft zomers. En de zon blijft een groot aandeel houden in het weerbeeld. Na het weekend loopt de temperatuur voorzichtig weer wat verder op. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.